Ik hoor wel eens van leerkrachten, ik durf het niet te hebben over die complotten of ik durf die beelden niet te laten zien, want ik ben bang dat ik het zo erger maak. En ik snap dat, je wil niet dat het erger wordt. Maar je moet ook opletten dat je niet wacht tot dat heel de school ontploft is. Je wil jouw leerlingen wapenen tegen propaganda, tegen nepnieuws, tegen complottheorieën, want ze gaan het toch tegenkomen. Dus in ideale omstandigheden doe je het nu. Wanneer dat er geen complotten de ronde doen, wanneer dat er geen gevaarlijke propaganda circuleert. Dan moet je je niet laten leiden door de actualiteit en kan je gewoon kiezen welke voorbeelden jij gebruikt. Nepnieuws, propaganda, complottheorieën, die spelen in op emoties. En die kunnen jou en jouw leerlingen soms heel boos of heel verdrietig maken. Ik zeg maar wat, als jouw favoriete voetbalploeg wordt aangevallen of jouw eigen religie, dan kan je dat heel hard raken. En ik weet wel, als leerkracht wil je die dingen dan vaak van op een afstand bekijken en je komt met rationele argumenten. Maar dat werkt niet als jouw leerlingen niet eerst hun emoties hebben kunnen ventileren. Dat is heel belangrijk dat je daar aandacht voor hebt. En bovendien, als je luistert naar mekaars emoties, dan snap je misschien van, hey tja, die boodschap kan bij mij heel anders overkomen dan bij iemand anders. Als je met jouw leerlingen memes, foto's, video's, teksten bekijkt, laat ze dan eens gewoon heel veel vragen daarover stellen. Want elke nieuwe vraag die roept nieuwsgierigheid op. En dat prikkelt dan om zelf naar antwoorden op zoek te gaan. Nepnieuws, dat bloeit eigenlijk onder gelijkgestemden. En dan lijkt het voor leerlingen vaak alsof dat heel de wereld of toch heel het internet het zo zegt. Als leerkracht kan jij dat openbreken. Niet door één tegenargument te geven, maar door leerlingen te laten zoeken in verschillende bronnen, in verschillende video's, in verschillende artikels, om zo tot hun eigen visie te komen zonder dat ze die van jou overnemen. Sommige leerlingen die komen misschien met de wildste theorieën of dwepen met vreemde propaganda en dan denk je als leerkracht, maar waarom geloven die dat? Wat voor een zever is dat? Maar noem het alsjeblieft nooit zever in hun gezicht, want dan stop je de dialoog compleet direct. Snap dat voor jouw leerlingen, die wilde theorieën misschien een antwoord geven op hun angsten, op hun frustraties. En soms is een gek antwoord gewoon beter dan helemaal geen antwoord. Dus noem het gewoon geen zever. Met diehard believers in discussie gaan, dat is niet simpel. En soms ook niet altijd nuttig, want zouden ze jouw argumenten zomaar aanvaarden? Waarschijnlijk niet. Maar als zij foute dingen zeggen, dan moet je dat wel rechtzetten. Niet omdat je hen zou kunnen overtuigen, maar wel voor de rest van de klas. Die moeten immers weten dat er andere visies, andere interpretaties mogelijk zijn. En als die foute informatie zou kunnen leiden tot haatspraak of haat, ja, dan moet je het zeker rechtzetten natuurlijk.